Ja, weet je, als ik eet, als ik dan al eet, ja, dan eet ik louter met Nutri-score A. Of B, heel, heel soms C, maar D en E, die eet ik pertinent niet. Weet je wel, ja. Ja, tenzij ik niks te vreten heb natuurlijk. Maar dan is het puur op overlevingsmodus. Survival of the fittest. Weet je wel, als ik dan door een bos loop en ik begin een beetje trek te krijgen en ik zie een beer lopen. Ja, dan neuk ik die beer in zijn reet en dan vreet ik hem op. Dan ga ik niet eerst kijken met wat voor label heb jij dan wel niet, beer. Dat slaat natuurlijk nergens op. Hè? Over het algemeen is het in principe bewust, gezond, lichaam in een geest. Daar ga ik voor. Hè? En help elkaar ook een beetje erbij, weet je wel. Als je oma de laatste adem aan het uitblazen is en helemaal naar de goonratering ligt te gaan van de pleuris. Dat jij dan tegen oma zegt van, hé, oma... Wil jij een lekkere salade? Wil jij een lekkere salade? Of wil je een worteltje? Misschien wil je een rozijntje? Maar je gaat natuurlijk niet nog even een Big Mac in dat gezicht lopen schuiven. Dat ze nog even een opleving krijgt van een kwartier. Oh, een lekkere Big Mac. Dat gaat natuurlijk nergens over. Nee, gewoon puur, bewust, gezond, doodgaan. Dan ben je lekker bezig. En af en toe een beer neuken en heel veel water drinken om al die Nutri-scores weg te spoelen. Hallo.